Hallo, welkom in het lab hier in Erpenmeren voor onze eerste livestream, waarbij dat we vandaag gaan leren hoe dat je een 3D-object kan omzetten in zoiets wat je met de lasersnijder kan uitsnijden. We gaan daarvoor Slicer for Fusion gebruiken en ik ga jullie dat hier proberen zo goed mogelijk voor te tonen. Voilà. Je kan hier mijn scherm meevolgen. De software Slicer for Fusion, die kan je gewoon online downloaden. Nu, natuurlijk, je moet wel opletten. Ik heb hier een link toegevoegd. Ik heb ook een kleine presentatie. Het is een redelijke sumier. Maar we kunnen er een aantal keer op terugvallen. Het programma is momenteel niet meer ondersteund, maar het werkt nog altijd perfect. Je kan het altijd gebruiken. En als je het wil vinden, dan ben je best eigenlijk dat je gewoon zoekt op Google liever naar Slicer for Fusion. En normaal gezien is het dan het eerste dat je vindt. En je ziet ook in een uitleg, staat er in deze link, dat momenteel niet meer ondersteund wordt. Dus dat ook niet meer gaat geüpdate worden. Vroeger had dat programma zelf een andere naam, heette dat 123D Make. En momenteel wordt het zelf niet meer ondersteund, maar je kan het nog altijd downloaden, zowel de Windows-versie als de Mac-versie. Dus je kan hier de juiste versie selecteren en installeren. Dat ga ik je nu niet voortonen, want het is geen opleiding computer voor dummies. Hè. Dus een programma installeren, dat zal nog wel lukken, vermoed ik. Als je het programma geïnstalleerd hebt, kan je het openen en dan krijg je dit te zien. Dus het is grotendeels een leeg scherm. Het programma op zich is niet zo moeilijk. Het zijn een aantal zeer overzichtelijke stappen die je moet volgen. En het programma gaat je ook sturen in de stappen die je moet nemen. Door gewoon, ja, in dit geval, kan je maar op één ding klikken, hier op import. Dus je kan een 3D-model binnenhalen. Je moet altijd vertrekken met een 3D-model. En in dit geval is dat een STL of een OBJ. Dus je kan die zelf tekenen in een 3D-pakket, bijvoorbeeld in Fusion. Daarvoor is het oorspronkelijk ontworpen. Maar je kan evengoed een ander pakket gebruiken. Die kunnen allemaal exporteren als een STL. En dan kan je dat hierin binnenhalen. Dus als ik hier naar import klik en ik heb hier een aantal klaarstaan. Die kegel bijvoorbeeld, die ik hier al heb uitgesneden, die is vertrokken van een STL met een volledig volle kegel eigenlijk. En ik ga dan later beslissen hoe dat ik die opdeel. Het enige waar je moet opletten als je een STL binnenhaalt, is dat je hier de juiste richting aanduidt bij je up-axis. Dus dat is de as van je model die naar boven gaat wijzen. Je werkt in 3D, dus je hebt drie assen. Een x-as, een y-as, dus dat zijn je twee horizontale, je horizontaal vlak. En dan de z-as is normaal gezien je verticale as. Dus hier moet je wel je z aanduiden, als je volgens de Europese afspraken werkt natuurlijk. Voilà, ik kan hier openen en dan krijg ik in de software mijn kegel in 3D te zien. Nu heb ik hier links al een aantal extra stappen staan en het is belangrijk dat je deze gewoon van boven naar beneden doorloopt. En als je daar klaar bent, dan heb je uiteindelijk eigenlijk je plannen. Ik ga nu voor het voorbeeld van die kegel volledig doorlopen hoe dat ik van zo'n STL vertrek, hoe dat ik die binnenlaat en hoe dat ik eindig met zo'n gelaserkut voorwerp. Ik heb dan nog een aantal andere 3D-modellen staan, waar ik straks op kan terugvallen om je een aantal andere technieken ook nog te tonen. Mocht je trouwens vragen hebben tijdens de livestream, dan kan je die altijd in de chat zetten. En dan straks, terwijl we aan het lasersnijden zijn, ga ik die eens bekijken en kan ik die eventueel ook beantwoorden als ze interessant of relevant zijn. Dus we hebben ons object binnengeladen. We hebben hier die kegel staan en het eerste wat we moeten doen, is de grootte van onze plaat instellen. Nu, het is heel belangrijk als je die stukken hebt, als je die gaat samenpuzzelen, dat je de sleuven die je creëert in je
in je object, dat je die perfect afstelt op de dikte van je materiaal, want anders gaan die gewoon los uit elkaar vallen of gaan die te smal zijn en niet in elkaar passen. Dus dat is het cruciaalste van dat volledige proces eigenlijk. Dus alles start hier met het correct ingeven van de breedte en de afmetingen van je materiaal. Als je dat gaat openklikken hier, dan zie je dat er al een aantal formaten standaard in staan. A4, A3, B, dat zijn vooral papierformaten. En die staan hier ook in, het is een Amerikaans programma, in inches aangeduid. Dus het is eenvoudiger, je kan ook in millimeters werken, om zelf je materiaal toe te voegen. Dus hoe doe je dat? De eerste stap, je klikt hier op het potloodje. Voilà. En hier zie je mijn bibliotheek aan materialen staan. De bovenste zijn allemaal de standaardmaterialen en je ziet dat ik er al zelf in heb toegevoegd. En dat heet populier 4 mm. Dus hier zie je ook al de eigenschappen van je materialen staan. Als je zelf een nieuw materiaal wilt toevoegen, dan kan je hier vanonder gewoon op het plus-icoontje klikken. En dan komt er hier een nieuw bij. Een neemt. Je kan dat dan een naam geven. Vooral de materiaalsoort is minder belangrijk, maar vooral de dikte is wel interessant om erbij te zetten. We hebben hier bijvoorbeeld in het lab ook populier van 6 mm liggen of van 8 mm. Dus als je iets uit dikkere platen wil creëren, dan zou je dit zo kunnen toevoegen. Populier 8 mm bijvoorbeeld. Dan kunnen we daar al de instellingen van het materiaal hier ingeven. We gaan beginnen met dat op millimeter te zetten, zodat we weten hoe groot dat het is in logische maten en niet in Amerikaanse maten. We hebben een lengte en een breedte. Daar geef je de grootte in van de lengte en de breedte van je plaat. Bij ons in het lab is dat 115 centimeter of 1150 millimeter op 83 of 830 millimeter. En dan de dikte, in dit geval van populier van 8 mm, geef je daar een dikte van 8 mm in. Het beste is ook dat je met een schuifmaat eerst je plaat eens opmeet. Want we zeggen wel, dat is populier van 4 of van 8. In praktijk zal vaak blijken dat dat 7, of 8, een beetje is. Het gaat nooit perfect zijn. Meestal, een populier van 4 is meestal soms iets minder dan 4. Dan heb je hier nog twee maten voor speling. Dus dat is het aantal, de speling die voorzien wordt tussen twee opeenvolgende stukken. 5 mm is redelijk veel. Je kan daar wel iets tussen steken. 2 of 3 mm is meestal genoeg. Zodat je stukken niet perfect tegen elkaar zet, omdat er wel wat speling tussen zit. Als de laser daar twee keer passeert, dat hij niet op hetzelfde stuk twee keer te veel zou inbranden. Dus daar kan je wel een klein beetje speling voor voorzien. En dan, de belangrijkste parameter is hier die slot offset. Waarvoor dient die? Stel, je gaat naar de doe-het-zelfzaak en je hebt twee planken nodig van 1 meter. Je koopt je een plank van exact 2 meter en je snijdt die exact, je zaagt die liever, exact in het midden van je plank in twee. En als je goed opgelet hebt in de wiskundeles, dan weet je dat je twee planken van exact een meter gaat hebben. Maar als je dat doet, je neemt je plaat van exact 2 meter lang, je zaagt die exact in het midden in twee en je gaat die opmeten, dan ga je zien dat je twee planken hebt van 99,8 centimeter. Dus je gaat daar twee kortere planken hebben. Waarom? Ja, natuurlijk, als je iets in twee zaagt, dan gaat de breedte van je zaagsnede, dat materiaal gaat verloren. Je gaat ergens zaagmeel creëren. Dus het is een deel van je plaat dat je verliest. Dus als je twee planken van exact 1 meter wilt, dan heb je sowieso uit één plank wilt halen, heb je sowieso een plank nodig die langer is dan 2 meter, als je ze in twee zaagt. Dat klinkt nu allemaal heel logisch, maar bij een laser is dat ook. Dus ik heb daarvoor dat ik mijn presentatie eigenlijk gemaakt heb, dat ik jullie wat duidelijker kan tonen. En voilà. En bij de laser noemen we dat, en bij gewoon zagen eigenlijk ook, de curve. De curve, zoals je hier ziet, is eigenlijk de breedte van je snede. Dus stel dat dit mijn plaat is en de laser gaat daarover bewegen, dan verlies je een klein beetje volume van je plaat. Dus als je ergens een sleuf uitsnijdt door daar twee keer te passeren, en je geeft hier exact die 4 mm in, die de dikte van je
plaat is, om dat perfect in elkaar te kunnen schuiven, dan gaat uw sleuf eigenlijk 4,2 mm bijvoorbeeld breed zijn, omdat je wat extra materiaal hebt weggebrand. Dus je moet ervoor zorgen in de software dat die dikte die je verliest door je materiaal te verbranden, dat die gecompenseerd wordt. Dat is eigenlijk de grote truc bij het gebruiken van de software. Hoe kan je dat nu opmeten? De beste truc, want is bij elke laser en bij elk materiaal zit er wel wat verschil op, is een vierkantje of iets tekenen waarvan dat je de exacte afmetingen ingeeft in je software. Bijvoorbeeld een vierkantje van 50 op 50 mm. Je lasert dat uit en je meet dat opnieuw op. En in het voorbeeldje hier zie je, dat is een plaatje van 50 op 50 mm. En als je dan met een schuifmaat gaat opmeten, dan zie je dat dat een afmeting heeft van 49,8 mm. Dus er is 0,2 mm materiaal verdwenen. Dat is dus ook de breedte van je straal, want je verliest aan elke zijde van je vierkantje de helft van je straal, zo gezegd. Dus als je het opmeet, het verschil, de berekening staat daar, 50 min 49,8 is 0,2 mm. En dat is meestal bij onze laser, bij de materialen die hier gebruikt worden, ongeveer zoiets. Het kan een beetje meer zijn, het kan een beetje minder zijn. En die setting, het belangrijkste is dat als je die weet, die 0,2, dat je die ingeeft bij die cutting tool parameters en dat je kiest voor slot offset. En voordat ik daar naar terugkeer, ga ik ook nog even toelichten. En je hebt die sneden die ik hier getoond heb. In praktijk gaat je snede zelf een beetje schuin zijn. Dus als je ergens gaat doorbranden met je materiaal en je laserstraal komt van boven op je materiaal, dan gaat het langer op de bovenkant branden en tegen dat rij door is, heeft hij hier op de bovenkant al meer materiaal weggebrand dan aan de onderkant. Dus je hebt eigenlijk een beetje een schuine zijde aan je snedes, wat dat ervoor zorgt dat als je die afstand correct instelt, dat wanneer dat je die twee sleuven in elkaar gaat schuiven, dat die op klempassing kunnen in elkaar blijven zitten. Dus dan heb je zelf geen lijm meer nodig om je model samen te puzzelen. Dus dat is even een uitweiding wat betreft het verlies van de snijbreedte en hoe dat je dat kan ingeven. Dus dat is hier die slot offset die op 0,2 ongeveer staat in ons geval. Dan kan je ook nog de dikte van je tool ingeven, maar dat is eigenlijk enkel interessant wanneer je aan het frezen bent. Bij laser gaat hij daar geen rekening mee houden, omdat je ergens een aparte setting hebt om daar rekening mee te houden, zodat je je stukken helemaal tot op het einde in elkaar kunt schuiven. Maar dat is enkel belangrijk voor frezen liever, dat je hier de juiste diameter instelt. Anders mag je dat gewoon op nul laten staan. Voilà. Dus ik heb hier nu 8 mm ingegeven. Ik heb hier ook de settings al staan voor populier van 4 mm, wat dat we nu gaan gebruiken. Dus je ziet, de afmetingen van de platen zijn dezelfde. Het enige verschil is hier de dikte. En bij dikte staat er 3,9, omdat blijkbaar onze populier niet exact een 4 mm is. En dus hetzelfde als dat die planken in twee zagen. In de wiskunde klopt dat misschien wel allemaal exact, maar we leven niet in een exact wiskundige wereld. Dus we moeten rekening houden met imperfectie. Voilà. Dus momenteel staat mijn materiaal hier goed ingesteld, populier van 4 mm met de juiste settings. Als je dat hebt aangemaakt, dan is het ook belangrijk dat je het juiste materiaal selecteert. Dus dat je hier ook dat materiaal kiest, populier van 4 mm. En als we ons correct 3D-model hebben binnengeladen, we hebben het juiste plaatmateriaal aangemaakt of geselecteerd, als het al in het geheugen zit. Ik heb nu dat materiaal aangemaakt, maar één keer dat je dat aangemaakt hebt, blijft dat in je geheugen zitten. Als je dat de volgende keer weer opent, kan je dat gewoon direct selecteren. Moeten we kiezen hoe groot dat we ons object willen. Nu, het voordeel van een 3D-object is, zoals die kegel hier, als je dat wil 3D-printen, zo'n STL, dat kan je verschalen zoveel als dat je wilt. Dus je kan die kegel heel groot maken, heel klein maken. Achteraf kan je dat opdelen in je slicer en hoe groot dat je printer kan printen, zo groot kan je die kegel genereren. Nu bij lasersnijden moet er wat rekening mee houden. We gaan dat hier in een logische maat zetten, opnieuw in metrische maten.
Dus nu staat dat hier met een hoogte van 203 mm, dus ongeveer 20 centimeter. We kunnen dat zelf ook kiezen. Hè. Stel dat wij een kegel willen van een halve meter hoog, dan geven wij er 500 in. En dan gaat hij het model herschalen naar die grootte. Voilà. Tot zover niks speciaal, maar nu natuurlijk hè, is het the moment where the magic happens. Hè. Nu kunnen we kiezen met welke techniek dat we ons volume met die bepaalde grootte willen gaan opdelen. Dus de eerste, je hebt hier een aantal methodes, ik ga ze een keer overlopen. De eerste methode hier is gewoon stacked slices. Wat gaat die doen? Die gaat eigenlijk uw volledige model omzetten in schijfjes. Op dezelfde manier als een 3D-printer, die je dan achteraf, dat is de tekening die je genereert. Dus hier heb je een hoop cirkels en hij gaat ook de juiste volgorde erop zetten, dat je ze moet op elkaar zetten. Die kan je er dan op graveren op je plaatjes. Hier genereren in twee dimensies. Nu heb je hier natuurlijk een hoop materiaal nodig. Dat gaat redelijk veel wegen, zeker als je dan een halve meter hoog doet. Maar voor sommige dingen kan het misschien interessant zijn om dat bijvoorbeeld uit karton uit te snijden of uit foam. Je kan in schuim kan je ook dingen uitsnijden. Maar wat dat wel nog altijd handig is, momenteel heeft hij wel al die cirkeltjes hier gecreëerd. Maar als je dat wilt samenzetten, je weet wel de juiste volgorde, maar om dat hier allemaal mooi in het midden te krijgen, is dat natuurlijk niet zo evident. In dit geval kan je ervoor kiezen om dowels te gebruiken. Dus dowels, dat zijn houten staven, maar dat kan een ander materiaal zijn ook, met een bepaald profiel. Dus als ik hier die dowels aanzet, dan gaat hij hier, heeft hij hier een punt gecreëerd, langs waar ik een ronde staaf zou kunnen gebruiken om mijn verschillende schijfjes over te stapelen eigenlijk. En dan zorgt dat er al voor dat ik daar al niks meer moet uitlijnen, wat dan met een hoop tijd en moeite kan besparen. Je hoeft dan maar in de juiste volgorde al je schijfjes op elkaar te stapelen. En dat gaat natuurlijk veel sneller dan dat je per schijfje goed moet mikken en zien dat dat in het midden staat. Dat gaat niet goed lukken. Je hebt daar ook nog andere opties. Je kunt kiezen welke diameter dat je staaf heeft dat je er in het midden gaat gebruiken. En ook de vorm kan je kiezen. Dus stel dat je daar een vierkante vorm hebt waar dat je wilt rondwerken, dan kan je dat hier op square zetten. Je hebt nog andere opties. Dus dat is hoe dat je die stacked slices, dus de opeengeschakelde schijfjes, kan gebruiken. Nu kiest hij hier automatisch de meest logische slice-richting, zodat hij dat mooi op elkaar kan stapelen, maar je kan die ook nog variëren. Dus je kan bij slice direction kan je de richting, of de hoek liever, waaronder dat je die gaat opdelen in schijfjes, ook nog veranderen. Dus als je die schuin zet, dan krijg je hier dat soort dingen. En gaat hij onder een andere richting je object opdelen, in de plaats van perfect platte schijfjes op elkaar. In dit geval is dat niet echt handig, maar soms kan je daar wel exotische dingen mee creëren. En voor abstracte vormen kan dat wel interessant zijn. Voilà, dus dat is stacked slices. Een heel interessante, want je hebt hier, je ziet 128 stukjes en een volledige klomp van je materiaal. Het kan zijn dat het gewoon de vorm is die je wil behouden en dat je hier interlocked slices kiest en dat hij bijvoorbeeld dit gaat doen. Dus nu kan je kiezen, je hebt hier een aantal, je bent nog altijd op dezelfde grootte aan het werken, dus nog altijd een kegel van een halve meter hoog. Je kan hier kiezen in hoeveel slices dat je vorm opgedeeld wordt. Dus je hebt hier een eerste as die in de hoogte gaat kiezen hoeveel opdelingen dat je hebt. En een tweede as die gaat bepalen in de breedte hoeveel opdelingen die je hebt. Dus dat zou je kunnen gebruiken. Stel dat je een heel grote kegel wil maken om een boekenkast van te maken. Dan kan je hier je hoogte instellen op een meter en half, als je een machine hebt dat groot genoeg is. En dan kan je hier je opdeling zo maken bijvoorbeeld. Voilà.
En dan heb ik hier een gigantische kegelvormige boekenkast. Je hebt gezien, een aantal kliks werk, dus die stappen zijn relatief simpel, zeker als je weet waar je naartoe wilt. En nu laat ik je hier een hoop dingen zien. Terwijl je daarmee bezig bent, heb je misschien ook al gemerkt, ik heb hier nu twee rode stukken staan en de rest staat goed. Dus dat wil zeggen, als ik hier ga kijken, dan zie ik hier ook, ik heb hier een rood stuk, dat komt buiten mijn blad. Dus rode stukken zijn stukken waar je fouten in hebt. En je kan dat altijd zien. Dus nu, bij die gigantische kast van een meter en een half hoog, heb ik nog altijd maar 15 stukken gebruikt. Dus die gaan waarschijnlijk een hoop sneller ineens steken dan wanneer ik dat volledig uit laagjes zou maken. En dat gaat ook een pak minder wegen. Als ik hier ga kijken rechts bij de model issues, dan zie ik hier twee rode stukken. En als ik daar ga op klikken, dan gaat hij mij hier zeggen ook wat zijn de fouten. Het stuk dat ik hier heb, dus ik wil een kast maken van 1,5 meter hoog. En ik heb ingegeven dat mijn plaat maar 1,15 meter was. Part too large for material. Dus dit stuk ga ik niet uit mijn plaat krijgen. Hoe kan je dat oplossen? Ik zou mijn geheel kunnen kleiner maken. Ik zou ook kunnen mijn slice direction aanpassen. Dus wat ik daar juist gedaan heb. En nu slice ik die mooi recht. Het is misschien ideaal voor een boekenkast, of ja, waarom ook niet. Maar je zou die ook onder een hoek kunnen slicen. Dan worden je platen wat korter en zo passen ze er wel uit. Je hebt wel zes platen nodig in dit geval. En zo kan je misschien een iets organische vorm creëren. Dus je kan daarmee spelen zoveel als dat je wilt. Het enige waar je moet op letten is dat je grootste stuk dat uit je plaat past. En dat is eigenlijk je enigste limiet. Dus je kunt wel heel groot werken. Ik kan je daar straks nog een voorbeeld van laten zien ook. Dus dat is zeker het interessante tegenover een 3D-printer. Vaak kan je dingen uitlezen die meters groot zijn in een fractie van de tijd dat het duurt om ze te printen op 20 centimeter grootte. Want 3D-printen duurt heel lang, hè, zeker als je grote objecten wil maken. Voilà, ik ga hier voorlopig resetten. Dus dat zijn nu aantallen dat ik vernoemd had van uw twee assen. En dus de E-richting en de andere. En dan heb je hier nog twee waarden staan. De notch factor, dat is de hoeveelheid afschuining. Dus ik weet niet of ik dat hier al kan zien op mijn voorbeeld. Ja. Dus hij gaat die snedes dat hij maakt om die vormen in elkaar te kunnen schuiven, gaat hij een klein beetje afschuinen. Als je daar heel hard op inzoomt, dan zie je daar een kleine afschuining op staan. Wat dat ideaal is, want als je dat hier op één scherpe punt laat komen, ja, dan krijg je die stukken vaak moeilijker in elkaar. En die scherpe randen, ja, als dat ergens een stamp krijgt, dan breekt dat meestal ook nog sneller af. Of dat is een beetje een zwak punt aan je ontwerp. Dus als je die waarde verhoogt van 0,1 naar 0,5 bijvoorbeeld, dan gaat hij die afschuiningen ook groter maken. Dan ga je een stuk makkelijker samen krijgen. Op den duur gaat het ook wel meer zien, die afschuiving. En dan die notch angle, dat is de hoek waaronder dat je afschuint natuurlijk. Kan je nog een keer kijken. Relief type. Daar moet je opletten dat dat op square staat voor lasercutten. Die een dogbone, dat is een die extra die de diameter van je tool gaat voorzien. Dat is wat ik bedoelde voor dat frezen daar juist. Maar dat hebben we ook voor laser niet nodig. Dus opletten dat het hier op square staat. Voilà, dus dat is de interlocked. Het interessantste eigenlijk voor dit object is werken met de optie radial slices. En we hebben een cilindrisch object, dus dan kan je eigenlijk radiaal je object gaan opdelen. In de plaats van er een rechthoekige grid over te gooien, zoals bij de interlocked. Hier heb je een rechthoekige opdeling. Ga je bij de radial slices je object cilindrisch gaan opdelen. Dus dan kan je nog altijd kiezen wat dat je opdeling is in de verticale richting. En dan heb je ook nog een radiale opdeling waar je kan kiezen hoeveel stukken dat je in die richting hebt. Opnieuw, die stukken gaan hier allemaal rood staan omdat ze te lang zijn. En dus ik zou eigenlijk mijn kegel terug wat kleiner kunnen maken. Ik ga hem terug op een halve meter grootte zetten. Voilà. Nu zijn al mijn stukken terug wit en krijg ik ook hier een iets betere verdeling van uw materiaal. Vroeger zat er ook een automatische rangschikker in voor uw stukken goed te ordenen. Die zit er nu niet meer in en die werkt ook niet
supergoed. Dus meestal is het ideale dat je dat achteraf nog een keer in Inkscape binnenhaalt en daar nog een aantal aanpassingen gaat van doen. Opnieuw, hier kan je ook die slice direction aanpassen. Dus nu doet het dat mooi door de lengteas van je object, wat het er heel mooi uitziet. Maar als je organischere dingen wil maken, dan kan je dat hier volledig verslepen en dan krijg je dat soort dingen. Wel oplettend, het kan altijd zijn dat je daar stukken creëert. Eigenlijk hier, hier heb ik weer een rood stuk en een blauw stuk. Dus die blauwe stukken, dat zijn stukken die aan niks vasthangen. Dus die gaat hij wel kunnen snijden en kunnen genereren, maar dat is hier zo'n zwevend onderdeel. Dus daar moet je ook op letten. En de foutmelding die ik nu krijg, is dat er een aantal stukken zichzelf gaan ondersnijden. Dus dat wil zeggen, het is niet omdat je iets kan genereren dat opdeelbaar is, dat je dat achteraf ook gaat kunnen fysiek in elkaar puzzelen. Daar zal ik straks ook nog een keer op terugkomen als ik het over het uithollen van vormen heb, want dat kan je ook doen. Voilà. Dus stel dat je hier je diktes van je plaat juist hebt ingesteld, je methodes juist hebt gekozen en alles hier eigenlijk klaar staat om het uit te lezen en samen te puzzelen, dan heb je hier ook nog bij Assembly Steps een soort preview waar je kan je materiaal kiezen. Dus in dit geval gaan we uit plywood, uit multiplex, ons materiaal uitsnijden. En dan toont hij je ook een preview daarvan en kan je terugkeren op je stappen en gaat hij je ook tonen in welke volgorde. En terugkeren. In welke volgorde dat je dat best kan in elkaar steken. Dus hij gaat u zeggen, begin hier met stuk Y1. En dan gaat hij u vragen om al die stukken erin te steken. Voilà, tot boven. En dan de rest toe te voegen. En hij zegt altijd, nu dat stuk, nu dat stuk. En dan weet je, stel dat je eerst een hoop van die stukken rondom rond zou erin steken, dan kun je er achteraf natuurlijk nooit nog zo'n stuk hier in het midden tussen krijgen. Dus dat klinkt nu allemaal wel logisch, maar als je met complexere objecten bezig bent, is dat wel handig dat hij hier gewoon die stap voor stap toont wat je moet doen. Ook om je hoofd er wat bij te houden, want het wordt snel verwarrend en als je dan dingen in elkaar hebt gestoken die niet zitten waar dat ze moesten zitten, op den duur wordt het verwarrend. Dus nu in dit geval staat dat hier goed. Wanneer ik mijn 2D-plannen wil opslaan, klik hier op de onderste stap, Get Plans. En dan kan je je bestand downloaden als een PDF, is het eenvoudigste, en kiezen voor Export to my computer. En dan maakt hij daar een PDF van aan, die je kan openen in bijvoorbeeld Inkscape, gebruiken wij dan. En ik zal dat even doen, zodat je het resultaat ervan ziet. Dus het is eigenlijk hetzelfde als dat je hier ziet, maar in Inkscape kan je dan bijvoorbeeld nog je objecten wat beter rangschikken, zodat je dat efficiënter uit een plaat kan halen. Voilà. En ik zal ook tonen welke codes dat hij daar juist genereert om je stuk in elkaar te steken. Want hij zegt daar gebruik dat stuk, gebruik dat stuk. Maar eigenlijk staat de volledige code ook op je onderdelen. Dus ik ga hier een keer kijken of ik mijn lijnen iets dikker kan zetten ook. Dat dat iets duidelijker is op jullie scherm. Voilà. Dus die waar is die staan, dus die Y4, 5, 8 enzovoort, dat zijn de namen van je stuk zelf. En die andere cijfers duiden op het stuk dat er in de andere richting in moet. Dus hier van onder heb je overal 1, 1, 1. Dus dan weet je, als je hier je stuk hebt, Z1, dat is je stuk dat helemaal van onder gaat moeten. En hier heb je Z1, heb je sleuf 1. Dus daar in die eerste sleuf moet dan je onderdeel Y1. Gestoken worden. In dit geval maakt dat nu niet uit, zolang dat die ronde stukken op de juiste hoogte zitten, is het oké. Want al die andere stukken hier zijn identiek.
Maar vaak gaat dat niet het geval zijn. Dat is alleen maar als je perfect een perfect cylindrisch model hebt, wat dat bij die kegel het geval is. Maar als je een organische vorm hebt, zoals ik er straks een aantal zal voortonen, gaat dat nooit 100% kloppen. Dus dan moet je wel zien dat je het juiste stuk op de juiste plaats met het andere stuk verbindt. En in Inkscape kan je dan nog wat opkuiswerk doen. Ik ga dat nu niet allemaal voortonen, maar in het geval van die kegels past die hier redelijk mooi, redelijk wel in elkaar. En ik heb hier ook een voorbeeld staan dat ik ondertussen al eens op de laser kan gooien. Dan kan ik het al eens uitsnijden ook en kan ik achteraf nog eens terugkomen op de software. Voilà, ik had dat hier klaarstaan. Voilà. Dus je ziet, je kunt hier relatief compact in elkaar schuiven. De waarden staan hier ook goed. Hij gaat ook automatisch met twee kleuren werken. Dus dat is eigenlijk het omgekeerde van de afspraak die wij meestal nemen, maar dat doet er nu weinig toe. De blauwe lijnen hier zijn lijnen die moeten uitgesneden worden en de rode zijn lijnen die moeten gegraveerd worden. Ik heb nu zelf gewoon enkel de namen, de onderdelen van mijn cirkels eigenlijk, die nummers, hier in het geel gezet. En hij gaat enkel die graveren, omdat ik nu weet dat die andere stukken toch identiek zijn. Ja. Dus ik kan dit hier ondertussen al starten. En dan kan je ook eens kijken hoe dat het laser juist in zijn werk gaat. Ik ga daarvoor eerst wat materiaal klaarzetten. Dus dat is de laser. Dat staat hier allemaal klaar. Ik ga wat lawaai moeten maken. De afzuiging moet aan. En de koeling. En dan kan ik hier normaal gezien direct de opdracht starten. En kan je meevolgen. Voilà, dus nu is hij bezig met die vormen uit te snijden. De gravures staan er al op. Hij gaat hier een aantal minuutjes bezig zijn. En dan zal ik het straks een keer tonen hoe je het kan samenpuzzelen ook. Dat wijst zichzelf allemaal redelijk goed uit. Maar dan heb je toch een beeld van het volledige proces. En ik ga ondertussen ook al even piepen of er geen vragen zijn binnengekomen. Ja, er is een vraag binnengekomen over het nummeren van de stukken. Dat gebeurt inderdaad automatisch. Dus dat kan je zelf niet kiezen welk stuk dat welke nummer krijgt. Je gaat dat automatisch doen. En het gaat altijd een cijfer zijn, x, y, z, afhankelijk van in welke, volgens welke as dat je stuk loopt. De nummers kloppen normaal gezien altijd. Ik zal straks nog wel een ander voorbeeld tonen met een hoop meer stukken. Maar je kan er dus voor kiezen om je nummers niet of gedeeltelijk mee te graveren, zoals ik hier gedaan heb. Om te vermijden dat je object vol nummers staat. Voor dit valt dat nu nog mee om te onthouden wat dat wat is. Maar ja, als je een stuk wil maken waar je die nummers niet wil zien, dan moet je gaan onthouden welk stuk dat welk is. Of moet je ze kunnen labelen op een andere manier. En dan wordt het soms wat complex of verwarrend natuurlijk. Hè. Maar dat gebeurt volledig automatisch en kan je niet zelf kiezen. En terwijl dat de laser bezig is, dan zal ik ondertussen nog even terugkeren. Naar de software hier. Ja.
Dus terwijl dat je bezig bent, van het ogenblik dat je een constructietechniek kiest, ga je hier die preview krijgen en gaat hij hier automatisch die stukken opdelen. Dus hier zie je dat, die Y, Y, Z. Dus dat zijn de stukken volgens de Y-richting en dat zijn de stukken volgens de Z-richting dan. En die in de X heb je niet, omdat je maar ja, langs twee assen eigenlijk je object gaat opdelen. Je hebt natuurlijk wel nog een aantal andere opties die ik nog niet aangehaald heb. En er zitten ook een aantal modellen standaard in Slicer zelf. Dus die zijn zeker ook interessant om mee te experimenteren. En die kan je bereiken door hier links van boven naar Slicer for Fusion te gaan. En daar te kiezen voor Open Example Shapes. Je hebt er hier een aantal staan. Er zit bijvoorbeeld een menselijk hoofd in. Voilà. En dat zijn ook altijd de volledige 3D-modellen. En daar kan je dan opnieuw kiezen op welke manier dat je dat gaat opdelen. Voilà. In welke richting ook. Dus voor zoiets, stel dat je met die interlocked slices werkt, kan het interessant zijn om je slice direction aan te passen. Zo, of misschien nog interessanter. In deze richting. Zodat je een vorm hebt die perfect je neus gaat volgen. Dan heb je hier je oren. Ja. Die zweven een beetje, maar zien er wat meer oor uit. En je kan ook vormen verschuiven. Dus stel nu dat ik hier, ik zal er hier een aantal minder kiezen. Dat ik zoiets heb. En dat ik hier merk van, oei, mijn oor hangt er niet aan. Als je klikt op die onderdelen, kan je ook die naar links of naar rechts gaan opschuiven. Dus hij doet automatisch een gelijkmatige verdeling. Maar als je daar wil van afwijken, dan kan je zelf nog je onderdelen gaan op een plaats zetten waar dat je ze meer wilt. Dus je kan daar zelf ook nog in schuiven. Superkrachtige tool. Ik ga ondertussen het lawaai even afzetten. En terugkeren naar de laser. Dat is camera 1. Ben ik juist? Nee, camera 2. Voilà. Dus alles is hier normaal gezien proper uitgesneden. Nou, de plaat stond een beetje bol, dus ik heb er wat gewicht op gelegd om ze proper te houden. Voilà. De plaat kan aan de kant. En eigenlijk de beste tip, ik heb dat er juist niet gezegd is, maar... Ik heb daar juist redelijk lang stilgestaan bij het feit dat het redelijk cruciaal is dat je al je afmetingen hier goed hebt. Dus als je zoiets test voor de eerste keer, de beste truc is, kies je kleinste stuk en snijd dat twee keer uit. En kijk dan of dat goed past, want het heeft weinig zin. Als je je twee stukjes hier neemt en die krijg je niet in elkaar, ja, dan ga je de rest zeker ook niet in elkaar krijgen. En als die als niks uit elkaar vallen, dan weet je dat als je dat volledig in elkaar gaat steken, dat ook veel te los in elkaar gaat steken. Dus nu heb ik heb hier enkel de cijfertjes overgehouden van deze, dus ik weet dat ik hier moet beginnen met 1. Dat is deze. Deze zijn allemaal dezelfde, dus ik kan deze hier inschuiven. Voilà. Dus mijn eerste stuk steekt erin, dan is het ja, simpel. Hè. 2. Erin schuiven. En zeker wanneer dat je werkt met dingen, hè, die moeten volledig in elkaar zitten. Ik had hem in het begin één keer getest, waarbij dat ze redelijk goed, alleen nu schuiven ze relatief vlot in elkaar. Maar de eerste keer moest er redelijk wat kracht zitten. En dan zie je, als je 0,1 mm minder neemt, dan krijg je je stuk niet in elkaar, tenzij dat je er superveel kracht zou opzetten en het zou breken. Hè. Dus het kan wel op een tiende van een millimeter steken tussen iets wat dat goed in elkaar zit, of vlot in elkaar gaat, om het zo te zeggen, of iets wat dat je amper nog in elkaar krijgt. Dus dat geldt voor de meeste dingen. Testen is belangrijk om tot een goed eindresultaat te geraken. Ja, de 4 die heb ik maar half ingevuld. Voilà. 5, 6. En, het eerste deel is relatief eenvoudig.
Maar natuurlijk wordt het iets moeilijker als we straks al de rest weer moeten samenzetten. Ja, als er hier nu een tweede deel bij komt. Dus dit is wat foefelen meestal om het goed te krijgen. Ik ga hier nu niet de volledige livestream ook nog blijven verder puzzelen. Vooral ook omdat je hier met een redelijk smal stuk zit. Ja. Maar voilà. Dus als je dat blijft verder doen, en we gaan hier een fast forward doen, dan kom je uiteindelijk... het is dezelfde tekening als deze. Ik heb ze op voorhand al een keer uitgelezen natuurlijk, met dit resultaat. Je hebt gezien, het was alles bij een minuut of 3, 4, 5 lezeren misschien. Als je zo'n vorm van 20 centimeter hoog wilt printen, dan is je printer vertrokken voor een dag en meestal. Dus qua tijd kan het u wel een hoop tijd en op een materiaal schelen. Plus, het voordeel is ook, je kan ook in andere materialen werken. In hout kan je niet printen. Je kan wel printen in iets dat erop lijkt, maar het is niet hetzelfde natuurlijk. Dan ga ik nog kort een aantal dingen voortonen van wat complexere dingen. Ik was hier al aan begonnen. Voilà, dus we hebben deze hier nog. Nog een aantal dingen die ik niet aanhaald had, dus dat verschuiven had ik hier nog getoond. Je hebt ook nog een andere methode, curve bijvoorbeeld. Daarvoor ga ik een andere example file openzetten, die van zo'n neushoorn. Dat is eigenlijk hetzelfde als die in interlock. Dus in interlock gaat u onderdelen in een rechte grid opdelen. Maar die curve gaat daar nog een keer een extra curve aan toevoegen. Dus je kan dan, als je naar je slice direction gaat hier, heb je een curve die je kan verschuiven en waarmee dat je je pad kan veranderen. Dus in het geval van die neushoorn hier is dat interessant om die zo te zetten bijvoorbeeld. En dan kan je hier met die curve gaan spelen, zodat dat een beetje de vorm volgt. Wel opletten dat je vormen zichzelf niet beginnen te ondersnijden. Dat heb je redelijk snel. En dan zie je dat dat niet een perfecte rechthoekige grid is, maar dat die hier gaat de curve van je vorm wat beter volgen. Dus dat is een relatief simpele tool om heel complexe berekeningen en bewerkingen te doen. En dan hebben we nog één waar ik het nog niet over gehad heb. Nog twee eigenlijk. De 3D-slices, die gaat eigenlijk je object opdelen in, op dezelfde manier als de gewone slices, maar allemaal in STL-schelletjes eigenlijk, van 4 mm dik. Dus dat is opnieuw interessanter als je ze wilt gaan frezen of in stukken wilt printen. Als je hier een materiaal creëert dat de dikte, als dikte de hoogte van je printer heeft, kun je dat gebruiken om je prints op te delen, ook in verschillende stukken. Maar voor de rest wordt dat niet zoveel gebruikt, die 3D-slices. En wat zit er wel nog in? Folded panels. Dus als je ooit al met Pipacura zou gewerkt hebben, dat is ook de bekendste software daarvoor, om 3D-modellen om te zetten in ontvouwbare templates. Dus die gaat hier van de vorm die je hebt, ontvouwingen maken met snijlijnen opnieuw en vouwlijnen. Dus die kan je dan achteraf, als je dat in papier uitlasert en je vouwlijnen graveert bijvoorbeeld, of als stippenlijnen uitlasert, kan je dat in 3D opnieuw gaan samen puzzelen tot zoiets. Dat is wel complexer natuurlijk en hier kan je ook wel nog wat dingen aanpassen. Op dezelfde manier als dat je die dowels kon gebruiken bijvoorbeeld. Je kan ervoor kiezen om hier meer of minder vlakken te gebruiken. Hoe meer dat je er gaat gebruiken, hoe meer dat je ontwerp, hoe preciezer dat gaat zijn. Maar hoe meer werk dat je ook gaat hebben natuurlijk om alles mooi samen te krijgen. En hoe minder dat je er kiest, hoe minder detail. Maar op den duur, als je dat heel laag zet, gaat dat niet meer op een neushoorn lijken. Opnieuw hier, je hebt hier ook die rode stukken. Wat zegt hij hier? Stukken te groot zijn voor je materiaal. Je kunt je stukken ook opdelen in verschillende stukken. Dus je gaat hier proberen om alles zoveel mogelijk samen te houden, dat je één heel grillige vorm hebt, die je overal, die je heel veel gaat moeten plooien. Maar je kan ook zelf nog je stukken opdelen. Als je hier kiest voor Add or Remove Seams, dan kan je overal waar je hier een donkerblauw lijn gaat tekenen, dat gaat een apart stuk worden, of dat kan je gebruiken om een groter stuk op te delen in kleinere stukken. Voilà. Dus nu heb je een aantal kleinere stukken, omdat ik dat groot stuk nog op een aantal plaatsen heb doorgesneden.
En dat kan het ook wat eenvoudiger maken. Als je die vorm zou willen uitlezen uit hout, dat kun je niet plooien natuurlijk, al heeft toch niet op één lijn. Dan zit je met een ander probleem natuurlijk en dan moet je hier kiezen voor split panels. En dan gaat hij een hoop driehoekjes aanmaken, die je dan achteraf ook wel weer kan samenpuzzelen. En daar kan ik u nog een voorbeeld van tonen. Je hebt daar ook nog hier je joint type. Standaard staat dat op diamond, dat wil zeggen dat hij overal een hoekje, zo'n lijmklep eigenlijk gaat aan genereren, zodat je die kan gebruiken. Je ziet hier stuk 58 moet je hier aan stuk 41 verlijmen. En als je dan naar stuk 41 gaat zoeken, dan ga je zien dat daar ook een nummerken 58 op staat. Dus in principe heb je die assembly steps niet nodig ook hier. Maar gaan die stukken jezelf wel uitleggen hoe dat je dat het beste kan doen. Voilà. En dan heb je ook nog, die perforate gaat je plooilijnen eigenlijk omzetten in stippenlijnen. Je hebt hier een hoop verschillende methodes van verbindingen. Dus die in diamond zijn die lijnkleppen. Je hebt er nog andere ook met puzzelstukken die in elkaar haken. Laced gaat een hoop gaatjespatroon genereren langs de zijkanten van je stukken, zodat je ze met een touw of met tie ribs bijvoorbeeld terug aan elkaar kan hangen. En daar kan je dan ook de instellingen van aanpassen. Dus dat is ook opnieuw iets dat je kan kiezen voor die verbindingen. Je kan daar je eigen verbinding aanmaken met je eigen parameters. Welke afmetingen dat die tanden of die diameters van die gaatjes moeten zijn om dat allemaal terug aan elkaar te hangen. En ik zal u nog een voorbeeld tonen van iets dat ik op deze manier gemaakt heb om af te sluiten. Ik denk niet dat ik direct nog iets moet aanhalen. Nee, ik heb alles wat ik wou zeggen vernoemd. En dat is die een... ik heb ooit een keer een grote Pokémon gemaakt. Ik kan u daar straks ook het filmpje van laten zien. Dus dat is het model daarvan. En dat is zo'n een low poly model, dus dat heeft al een hoop platte vlakken. Dus je kunt met die methode al die vlakken opdelen in aparte stukken, wat ik ook gedaan heb. Dus dat heeft hier wel wat tijd gekost om hier al de juiste plooilijnen te kiezen om mijn stukken op te delen. En je ziet ook dat ik hier 218 stukken heb, dus dat is redelijk wat. En er zitten er ook een aantal in met fouten, dus ik ga hier een hoop stukken genereren. Ik heb overal langs mijn rand die gaatjes laten genereren en dan met een hoop kolsombandjes en spanbandjes dat terug samen gehangen. En het voordeel van deze methode is ook, elk stuk is genummerd, maar je kan dat volledig in elkaar zetten zodat je nummers aan de binnenkant van je ontwerp zitten. Dus als alles klaar is, zie je enkel de mooi afgewerkte buitenkant en staan al je cijfers aan de binnenkant. Heb je daar geen last van. En ik zal nog kort, en de video staat hier ook in de fantastische presentatie. En daar overloop ik eigenlijk volledig. Ik ben begonnen met dat model dat ik ook online heb gevonden. Dus je hebt online een hoop bibliotheken. Dit stond op Thingiverse, waar je 3D-modellen kan vinden. Dus als je zelf niks kan 3D tekenen, kan je zelf gewoon modellen online vinden en die hierin gooien. Je hoeft dat niet met Fusion gemaakt te hebben. Dat programma heette toen nog 123D Make. Dat is ondertussen van naam veranderd, maar het is eigenlijk nog exact hetzelfde programma. Ik heb daar de grootte ingesteld. Je ziet, standaard was het een hoogte van 17 centimeter. Ik heb hem 170 centimeter hoog gemaakt, dus niet een keer zo groot. En dan die volledige opdeling van gemaakt, dat ik u net getoond heb. En als dat klaar is, je ziet hier bij een aantal stukken ook al die rode dingen staan. Omdat hij bij een aantal stukken gaat proberen gaten te genereren. Waar zat dat hier? Gaten te genereren die buiten je object vallen. Kijk, als die te dicht bij een plooilijn staan, dan gaat hij die proberen naar buiten te duwen en genereert dat wat foutjes. Dus dat kan je in Inkscape er dan ook weer uithalen en je platen allemaal gaan rangschikken. Dat is het meeste werk, hè, eigenlijk, het goed zetten in Inkscape. En dan is het een hoop laserwerk natuurlijk. Dat heeft toch een paar uur lasertijd gekost. En tot slot
natuurlijk ook een paar uur puzzelwerk. Je ziet hier op de video de groene Bulbasaur staat hier op tafel momenteel. Dus die is geprint, 20 centimeter hoog ongeveer. En heeft denk ik meer dan 24 uur geduurd om te printen zo groot. En het lezen plus puzzelen samen was iets van 14 uur. Dus je hebt hem sneller 10 keer zo groot gemaakt, levensgroot, als dat je hem zou 3D-print hebben. Eigenlijk. Voilà, dat is met licht in. En uiteindelijk ga je hem hier nog zien. In zijn geheel, voilà. Dat is in de Pieter van Aalst galerij dat hij toen te zien was. Ondertussen is hij al opgedeeld in stukken en volledig geautomatiseerd ook, dus hij kan al rondrijden. Voilà. Om u maar te laten zien dat je er ook heel grote dingen mee kunt maken en vaak ook veel sneller dan dat je ze zou kunnen printen. Ik ga je rap nog een keer kijken of er nog iets van vragen is doorgekomen. Ik zie het niet direct. Dus dan denk ik dat we hier voorlopig kunnen afronden. Moesten er nog vragen zijn, dan kan je ze altijd nog sturen. En dan beantwoord ik ze achteraf wel. En dan spreken we terug af volgende week. Waar dat ik u ga leren hoe dat je in Fusion kan ontwerpen maken die parametrisch aanpasbaar zijn, ook om makkelijker te kunnen uitlezen. Dus dat is een beetje, het gaat een beetje hier naartoe, maar je vertrekt niet van een 3D-model dat je opdeelt. Je gaat een hoop parameters kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat als je dikker of dunner materiaal hebt, dat je iets in 3D kan tekenen in Fusion, dat je dat kan makkelijk naar de laser sturen en dat je dat achteraf weer kan samenzetten op een intelligente of een slimme manier. Voilà. Ik hoop dat jullie het leerrijk vonden. Ik kan nog een laatste keer piepen. Nee, ik zie niet direct nog vragen binnenkomen. Dus dan zien we jullie volgende week opnieuw.